Hallo, welkom bij M2 Makelaars, wederom een lijfbezichtiging. Ik sta hier op de rand van het Stadspark met een geweldig uitzicht hier op het Molenwater, de monumentale panden, ook de muziektent hier. En we krijgen te koop een schitterend appartement, dus met dit uitzicht als bonus op de derde verdieping daarboven. Dus je hebt ook echt een mooi uitzicht. Het appartementencomplex is vrij nieuw en de locatie is natuurlijk uniek. Het ligt midden in het centrum. Maar toch rustig, het biedt het comfort van een nieuwbouwwoning, wat is goed geïsoleerd. Er zit ook een parkeergarage bij, die is niet onder dit gebouw, maar onder de woningen. Dus als je die deur pakt, dan kun je zo naar de parkeergarage lopen. Je kunt er natuurlijk met afstandsbediening zo inrijden. Dan kun je zo naar je appartement lopen. En dan hebben we hier natuurlijk ook nog een berging voor de fietsen, dat is ook dichtbij. Lekker overkapt. En dan bereik je hier zeg maar de centrale ingang van het appartementencomplex, het Smallegangenhof nummer 22. Nou, hier heb je een bellenplateau met videofoon, brievenbus. Jullie zijn natuurlijk benieuwd. We gaan nu naar de derde verdieping om het appartement te bekijken. Hallo, welkom op de derde verdieping. Nou, op deze verdieping heb je toegang tot drie appartementen. Aan die kant één, hier één en hier staat de deur al open. Betreft natuurlijk dit appartement, nummer 22. Nou, als we binnenkomen hebben we een hele ruime centrale hal. Hier is de vloerbedekking alvast weggehaald, die was niet meer zo mooi. Het ondertapijt ligt er nog. Maar vanuit hier kun je de slaapkamers, badkamer en de woonkamer bereiken en op een fijne, comfortabele manier. Nou, de woonkamer is natuurlijk het meest belangrijke van dit mooie appartement. Een hele ruime woonkamer met mooie zichtlijnen op het park. Mooie raamverdelingen erin, heeft de architect goed bedacht. Vanuit hier kun je de muziektent zien. Misschien wel leuk om dat even in beeld te brengen en ook het Molenwaterpark. Heel mooi zicht. Nu nog lekker groen, je volgt hier ook de seizoenen natuurlijk. Het wordt zo herfst en dan de winter is het even kaal. Zie je iets betere, hele mooie monumentale panden aan het Molenwater. Vanuit de luie stoel kun je hier heel goed kijken naar het verkeer wat voorbij komt. Ook wel leuk om te zien. Kinderen fietsen naar school 's morgens, er komen wat auto's voorbij. Dus daar beleef je nog wat, zie je nog wat. En dit zitgedeelte is behoorlijk ruim. Je ziet hier een grote bank staan. Nog een stoel, kan ook nog een bank staan. Televisiehoek staat eigenlijk op een logische plek daar. En dan is aangrenzend de open keuken. Nou, er zijn ook best wat appartementen. Ik heb ze vanuit de nieuwbouw destijds ook verkocht. Die hebben hier een barretje gemaakt dat het iets meer afgescheiden is. Maar zo is het lekker open. De keuken is heel netjes. Niet de nieuwste natuurlijk, maar ziet er gewoon nog netjes uit. Grijze kleur. En dan heb je natuurlijk ook de inbouwapparatuur erin. En grenzend aan die open keuken is de eethoek. Nou, deze ronde tafel staat heel mooi in dit hoekje. Als je hier bij wijze van spreken aan het eten bent of de krant leest, heb je ook weer een heel mooi zicht. En hier zie je iets beter die hele mooie panden van het Molenwater. De monumenten. In de winter zie je dat dus nogmaals nog beter. Het terras. Nou, het fijne van dit terras is dat hier niemand boven je zit, dus je ervaart dus de licht en ruimte. De verdiepingen hieronder hebben natuurlijk dit balkon erboven. Je hebt hier middag- en avondzon. Hij komt 's middags, schat een uur of twee, drie hier en heb je hem tot 's avonds laat, heb je heerlijk de zon. Als het echt warm is, heb je hier ook nog een zonnescherm. Natuurlijk dan geen overbodige luxe. En dit is heel kleinschalig natuurlijk het binnengedeelte van het totale appartementencomplex. Gaan we uiteraard het appartement verder ontdekken. Nou, we waren net bij dat terras. Hier is ook een slaapkamer. Kan natuurlijk ook werkkamer zijn, want er zijn drie slaapkamers in totaal. Dus het kan ook, als je een oude slaapkamer hebt, nog een logeerkamer en een werkkamer. Hier zit je aan de kant van het balkon, dus op de westkant. Prima logeerkamer zoals je ziet, maar kan ook een hobby werkkamer zijn. De badkamer.
Ik moet eerlijk zeggen, één lampje is kapot, dus het is ietsje donkerder dan we zouden wensen. Toilet, bad en nog een aparte douche en een wastafel. Dus heel compleet. Het is in een vrij lichte kleurstelling. Witte tegel met een lichtgrijs accentje erin. Dus het kan echt nog prima mee. Als iemand dat aan zou willen passen of deels vernieuwen, kan dat natuurlijk ook. Alles wat je wenst zit erin. Ik denk op de foto's heb je natuurlijk iets meer belichting, dan zal het wel beter staan. En met de bezichtiging zou ik zorgen dat het lampje weer brandt. Hier toilet. Nou, hier kun je iets beter de kleurstelling zien. Zelfde kleurstelling tegels, gewoon een keurig toilet. Hier is dan nog een kleinere kamer. Logeer of werkkamer, die kijkt op de muziektent. En gelijk hier dan vast is de master bedroom, de oude slaapkamer. Ligt eigenlijk op het noorden. Dat houdt in dat het lekker koel is. Je hebt hier niet, staat niet de zon op, dus zeker deze warme zomers blijft het gewoon lekker koel hier zo. En je hebt ook een mooi zicht. Wederom van hier zie je de muziektent. In de winter zie je de schouwburg als de bomen kaal zijn. Nou, zoals ik in het begin al gezegd, de locatie is uniek, midden in het centrum. Een parkeerplek onder het gebouw, een eigen berging beneden en dan natuurlijk zo dicht bij alle voorzieningen, winkels, schouwburg, noem het maar op. Ontzettend leuke plek. Nou, ziet u zichzelf al in dit mooie appartement wonen? Neem dan contact op met ons kantoor, dan laten we deze woning graag aan u zien. Ja, wilt u zelf een huis verkopen, komen we natuurlijk ook graag langs om daar de mogelijkheden van te bespreken. Ik wil u danken voor uw aandacht en hopelijk tot binnenkort.